Wat ooit hier begonnen is op Strijp-S als het Natlab, heet al jaren weer Philips Research. En het bestaat dit jaar maar liefst 100 jaar. En dat wordt groots gevierd. Alle media wordt erbij betrokken. Omroep Brabant, de lokale omroep en natuurlijk ook het Eindhovens Dagblad. Ze hebben een prachtig project gelanceerd onder de klinkende naam Eureka. Ik ga praten met Mark van Bergen. Welkom, jij bent projectleider. Is het leuk om dit te mogen doen? Ja, fantastisch project. Wat een erfgoed hebben we hier. Kijk hier om je heen op Strijp. Alle uitvindingen die hier zijn geboren, ja, om daar dan vervolgens iets mee, iets moois van te mogen maken, dat is mooi. Eureka gaat een jaar lang lopen, een jaar lang feest. Wat gaan jullie allemaal organiseren? Gewoon een paar highlights even. Nou, de hele jaar redactionele aandacht over alle mooie ontwikkelingen en uitvindingen die er zijn gedaan. Samen met jullie onder andere. En een aantal highlights in de vorm van een uitvindcompetitie voor jonge Brabanders. En nog een mooie speciale dag in het Philips Museum in juni. En aan het eind van het jaar een verkiezing van de allermooiste uitvinding uit de historie van 100 jaar Philips. We doen het in een nutshell en we lopen zo naar de oorspronkelijke plek van het Natlab. Maar we gaan eerst even naar de ontdekfabriek waar je me alles gaat vertellen over de superwedstrijd voor kinderen. Uiteraard. Ga je mee? Zekers. Ja, jij bent hier natuurlijk al hartstikke vaak geweest, de ontdekfabriek. Maar wat was het vroeger? Dit was vroeger de apparatenfabriek van Philips. Hier werden tal van elektronische apparaten gemaakt. En nu mogen kinderen hier naar hartelust dingen bedenken, uitvinden, tekenen, knutselen, bouwen. Ontdekken. Alles, eindeloos. Ja. Hey, jullie hebben een Eureka-pitch voor de lagere school, scholieren en de middelbare school. Klopt. Hoe gaat het werken? Nou ja, kinderen kunnen vanaf nu inzenden via de website 100jaarslim.nl. En daar hebben we inderdaad twee leeftijdscategorieën voor de basisscholieren en middelbare schoolleerlingen. Maar waar moet de pitch over gaan? Nou ja, dat mag over alles gaan. Elk idee hoeft niet per se technisch van aard te zijn, maar ook design of iets van kunst. Alles is eigenlijk welkom. Een idee? Een idee voor de toekomst. En met die ideeën gaan die echt daadwerkelijk vorm krijgen? Zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. Ja, dat is natuurlijk niet te zeggen. Maar dat kan een subliem. Ik bedoel, jullie verwachten wel wat, denk ik, van kinderen. Die hebben een ongebreidelde fantasie. Ja, kinderen die zijn van nature gewend om out of the box te denken. Die komen op dingen waar wij volwassenen nooit opkomen. En dat wordt omarmd. Dat ideeëngoed van kinderen is heel waardevol. Ik ben gewoon ontzettend nieuwsgierig wat eruit gaat komen. Stel je voor dat er iets lumineus bij zit, wat echt de markt opgebracht gaat worden. We lopen eruit, we gaan nu naar... Ja, dan ben je natuurlijk binnen als kind. Hè? Dat is wel leuk. Dus de eigendomsrechten blijven bij het kind? Ja, tuurlijk. Dat ideeën, is gezegd, hè? Ideeën is idee. Oké, er kunnen de kleine miljonairs geboren worden. Mede mogelijk gemaakt door ons dan. We gaan... maar dit is toch wel redelijk essentieel. We lopen naar het Natlab. Althans, de oorsprong van het Natlab. Dit gebouw is waarschijnlijk gewoon over de hele wereld bekend. Het Natlab, het natuurkundig laboratorium. Zijn hier nou echt de allergrootste uitvindingen gedaan? Ja, dit is wel echt de plek waar het allemaal om draait. Sinds 1923 zat Philips hier met een laboratorium en hier zijn grootste vindingen gedaan. Concrete producten, maar ook uitvindingen die weer hebben geleid tot hele belangrijke producten. Bijvoorbeeld de chipindustrie en later ook op de high-tech campus waar het Philips Research nu zit. Ja, je kunt het echt als de grondlegger zien van alles wat daarna heeft plaatsgevonden. Nou ja, je kunt echt stellen dat dit de bron van de regio is voor heel veel successen die hier zijn geboren. En zonder dit gebouw, zonder dat laboratorium, had Eindhoven er waarschijnlijk heel anders uitgezien. Ja, jij bent natuurlijk hartstikke jong nog, maar je hebt vast wel één product of dat heeft mijn leven een beetje mede bepaald. Ja, cassettebandje. Voor mij persoonlijk tuurlijk. Wel. Ik ben een muziekfreak en ik nam alles op vroeger. En cassettebandje is voor mij de Philips-vinding. Heb je ze nog? Uiteraard, allemaal in een doos en ik draai ze zelfs nog wel eens. Het wordt feestje, alle producten op rij en wat denk jij dat mensen gaan aangeven dat het, dat het meest genoemd zal worden? Ik wil de verkiezing niet beïnvloeden, maar ik denk dat mijn keuze ook nog wel heel veel gevolgd gaat worden. De cassettebandjes, omdat dat heeft zo met je jeugd te maken en de blijvende herinneringen. Ja, maar als je dieper gaat graven, de uitvindingen die hebben geleid tot bijvoorbeeld de chipindustrie. Ja. Ja, kijk eens, het in onze telefoontjes, in onze apparaten, overal zitten chips in. En ook in die vorige ontwikkelingsfase heeft Philips een heel belangrijke rol gespeeld. We roepen gewoon heel Brabant op, want er kan helemaal niet iemand zijn
die niet een product heeft, wat een rol heeft gespeeld in zijn of haar leven? Dat zou bijna niet kunnen. Nee. Ik wens jullie gigantisch veel plezier, vooral met dit fantastische project Eureka. En we gaan op elkaar vast. Er komt een bus aan. We sluiten af. Kom mee. Ja, succes zou ik zeggen. Ik spring over het hekje. Kom.